Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Anschaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 60 hier in Japan. Nog 4 rondes te gaan en dan zit seizoen 4 er ook alweer op. We hebben een voorsprong van 116 punten verschil. Dus ja, je kan eigenlijk wel zeggen dat het kampioenschap al voorbij is. Dat had u echt niet verwacht. Moeten eigenlijk de race winnen met als snelste race 100 punten. En dan is de wereldtitel voor ons. Dan pakken wij onze allereerste wereldtitel in F1 22 My Team Career Mode. Maar goed, eerst even kijken wat eraan zit te komen. We hebben heel veel geld en resource punten binnengewerkt van de vorige video. Dus dat is goed om te zien. Sommigen zijn al specificatie nummer 3. En gaan onderdelen laten vervangen. Daarvoor krijgen wij geen gridstraf, dus dat is goed om te zien. Vorige wedstrijd dus gewonnen na een aanvaring helaas met Max. Die viel terug tot P18 en pakte geen punten. Goed verhaal. Ja, de laatste 4 race-overwinningen waren voor ons. Dan even kijken naar de updates. Ik kan er helaas geen kopen, dus alle updates zijn zoals ze waren. Nice. Spoelen we de tijd eventjes door en dan zien we wel een aantal veranderingen, onder andere van de aerodynamica en het chassis komen een aantal updates binnen. Dat is goed om te zien. Ook van de betrouwbaarheid komt ook binnen. Our new parts have completed without issue. En dus de onderdelen zijn dus op de auto gezet. Hier is dus een dilemma. Wat wij moeten moeten gaan accepteren. En dat gaan we gewoon doen. Schumacher die gaat gewoon meewerken daaraan. We doen de tijd weer even door. En weer extra inkomen gekregen. Goed om te zien. De Pirelli Hot Lap slaan wij gewoon over. Die doen wij niet. Nog even kijken wat we kunnen kopen voor de faciliteiten. Zodat die sterker zijn voor volgend seizoen. Ik weet trouwens niet of er een regulatieverandering komt in seizoen 5. Dat is even afwachten wat we te horen krijgen. Dat gebeurt meestal in ronde nummer 14. Maar goed, dan is het tijd voor de kwalificatie voor aflevering nummer 60. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel. Het is flink bewolkt hier in Suzuka. En kijken of wij door kunnen komen naar Q2. Hetzelfde geldt voor Michael Schumacher. En dan wordt het een kwalificatie voor een belangrijke dag voor ons. Wij kunnen vandaag voor het eerst wereldkampioen worden bij de coureurs. Het heeft 4 seizoenen helaas geduurd. Veel te lang in mijn optiek. Maar goed, je kan er niks aan doen. Einde van mijn eerste run. En daar is Esteban Ocon die een outlap doet. En wij noteren paars in sector 2. En dan komen wij zometeen bij start-finish. DRS geopend en dat is de snelste tijd met een 1.29.839. Goed gedaan. Aanbeland bij het einde van Q1. Nog steeds op P1 en kijken of wij ons kunnen verbeteren, want ik denk dat de rest zich ook allemaal gaat verbeteren. Dat is nogal het gevaar hieraan. Eerste bocht en tweede bocht nemen wij niet zo lekker. Daar veel te wijd en verliezen hier kostbare tijd. En dan pakken we die tijd ook helaas niet meer goed. En deze tweede run is helaas verpest. Staan nog steeds op P1. En de vlag hangt over 5 seconden uit in Q1. En daar blokkeren wij helaas Sainz. Niet mijn bedoeling. En we gaan hier gewoon op het gras om Sainz te blokkeren. Maar die blokkeert ook gelijk Magnussen.
Iedereen rijdt hier langzaam en Russell is ook de pineut. Die komt er ook aanrijden. Wij gaan hier het grind in om de Brit te ontwijken. En Tsunoda wordt ook opgehouden. Heel veel chaos aan het einde van Q1. Allemaal geen probleem. Waarom? Iedereen is door naar Q2. En met nog ongeveer 1 minuut en 20 seconden op de klok gaan wij proberen met één run te doen. De S-secties zijn voor ons het lastige gedeeltes op dit circuit. Maar goed, we maken die tijd allemaal weer goed op het rechte stuk. Met groen in sector 1. Goed om te zien. Einde van mijn laatste run en dat is een P6. Maar we kunnen er nog een keer voor gaan zitten. Dus een tweede run in Q2 en de vlag hangt uit. En dit wordt alles of niets ronde om door te kunnen komen naar het derde kwalificatiedeel. Groen in sector 1 en 2. De vlag hangt dus uit. En zijn ze aan het verbeteren. De delta is 3/10 ongeveer. En dat is van P6 naar P4. Goed gedaan. Zijn dus door naar Q3. Zijn we aanbeland bij Q3 met er ongeveer 1 minuut op de klok. Volgens mij is Max Verstappen er niet bij. En dat is onze belangrijkste concurrent voor de wereldtitel. Dus hij heeft een slechte kwalificatiedag. En ja, Suzuka kan je lastig inhalen. Met heel veel bochtige gedeeltes. Dus het wordt lastig voor Max. Gunstig voor ons. Maar goed, dat weten jullie denk ik allang. De vlag hangt uit in Q3. En kijken of wij misschien ons nog kunnen gaan plaatsen op de eerste startrij. Goede laatste bocht. Wordt er een lijn nemen naar start-finish. En dat is de vierde tijd. P4. Mogen zeer tevreden zijn. Goed gedaan. Uitslag van Q3. Charles Leclerc pakt pole position. Norris naar P2. Sainz naar P3. En wij dus naar een P4. In deze titelstrijd doen het uitstekend. En is het op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 60 van F1 22. My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Welcome along then to the magnificent Suzuka International Circuit, a stone's throw away from Issei Bay in the beautiful Japanese countryside. What surprises lie in wait for us today in the Japanese Grand Prix? We're southwest of the city of Nagoya today at the unique figure of eight Suzuka Circuit. 3.6 miles and 18 corners make up a lap here, with average speeds approaching 136 miles per hour. DRS will be available, of course, into the potential passing opportunity at turn one, although the best place for overtaking will be through the 130R and into the final chicane. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lando Norris will lead us away from pole position, and the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Considering the rest of the grid, we have the Professor, Russell, Pierre Gasly, and Fernando Alonso. Magnussen, Latifi, Perez, and Charles Leclerc. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Tsunoda, Ocon, Alex Albon, and Mick Schumacher. Teo Pourchaire, Joe, Lance Stroll, and Daniel Tictum. Schwartzman, Michael Schumacher. They've taken a grid penalty. Oscar Piastri and Max Verstappen completes the grid. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Het momentum moeten wij dus meenemen. In de vorige race wonnen wij de wedstrijd. Nu moeten we dat doen vanaf een P3, omdat volgens mij Charles Leclerc een gridstraf heeft gepakt. Dus wij starten een plekje hogerop. Dus Norris op pole position, Sainz op P2, wij dus op P3 kunnen een prima slipstream krijgen na de eerste bocht. En moeten dus vooral een goede start hebben. Maar goed, er kan van alles gaan gebeuren. Vandaag kunnen wij dus misschien wel wereldkampioen worden. Eigenlijk moet dat gewoon niet meer fout gaan, want we hebben voldoende punten voorsprong naar Max Verstappen toe. De strategie
Ik verklap hem alvast, dat is medium hard, een eenstopper. En neem me extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. Jullie kennen mij inmiddels. Jazeker, voor jullie neus op het scherm zien jullie de strategie. Medium hard, extra brandstof, geen regen voorspeld. Dat is goed om te zien. En dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronden. Banden zijn al flink goed opgewarmd. De achterbanden bedoel ik daarmee. Heel veel informatie wat we allang weten van Mark Priestley. En dan gaan we gewoon opmaken voor de startprocedure. Met Norris op pole position, Sainz op P2, wij dus op een P3 na een promotie van een gridstraffer. En we moeten goed in de grid slots zien te komen. Jazeker. En staan al een beetje naar het midden toe om een goede start te krijgen. Nu is het wachten totdat de laatste auto bij zijn gridslot is. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 60. Vandaag wel een hele speciale, misschien belangrijke dag voor ons uit onze carrière. We kunnen vandaag misschien voor het eerst wereldkampioen worden in F1 22. Martin Caremo, de lampen zijn uit en we zijn onderweg komen. Prima weg. Russell al aan de binnenkant wordt geblokkeerd door Carlos Sainz. En wij zitten aan de buitenkant van die Spanjaard te kijken. Dat lukt. Jazeker, maar raken Sainz. En dat is P2. Hola die. Jazeker, een plekje gewonnen. Nu op naar Lando Norris. En zit in einde ronde nummer 1 als wij paars in sector 2 noteren. Kunnen hier heel veel sneller meenemen. Aan de buitenkant kijken bij Norris. Dat lukt. Jazeker, want we sturen gewoon later in. Norris kan niet terugsturen. En daardoor pakken wij de leiding in de openingsronde van de race. En noteren dat snelste raceronde met een 1.35.715. Goed gedaan. Nu is het hopelijk wegrijden van de Brit. En Carlos Sainz. Ik weet niet waar Verstappen rijdt. Herhaling van de start aan boord is bij Carlos Sainz. Die dus een plekje verloren had aan ons. Kwam goed weg. En Norris kruist gelijk naar zijn kant toe. Wordt geblokkeerd. Sainz wordt dus geblokkeerd. Wij kijken hier aan de buitenkant. En we zijn er gewoon voorbij. Sainz dus gezien bij de start. Goed gedaan. We zitten in ronde nummer 8 van de race als wij paars in sector 1 hebben genoteerd. Rood in sector 2. Dat gat naar Norris is 1,9 seconden, 2 seconden ongeveer. We pakken het allemaal in de derde sector. ...19,3 seconden naar Michael Schumacher. Geen idee waar hij rijdt. En dan pakken wij weer de snelste raceronde met een 1.32.863 in de tiende ronde van de race. Nog 17 rondes te gaan. Gat naar Norris is 2,5. Naar Sainz is inmiddels opgelopen tot 5 seconden. En naar Gasly zelfs 10 seconden. Dus we zitten er goed bij. Paars in sector 2 in ronde nummer 11. Groen in sector 1. En kunnen zo meteen weer naar de snelste raceronde toe gaan. Top 5 nog niet gewijzigd. En dan laten wij een 1.32.447 noteren. Goed gedaan. Het gat dan nog eens is 2,93 seconden ongeveer. Onder nummer 13 als de banden er wel aan beginnen te raken en we duiken naar binnen. Voor mijn laatste pitstop van de dag. In de 13e ronde van de race. Eigenlijk ronde nummer 14. Sainz duikt met ons mee. Gasly ook naar binnen. En een prima pitstop. 2,4 seconden. Perez naar binnen. Latifi naar binnen. En Tsunoda rijdt voor het thuispubliek nu eventjes kort aan de leiding. En nu moeten wij gewoon Tsunoda even bijbenen. En dan rijden wij weer aan de leiding van de grote prijs. Tot nu toe zien jullie er heel goed uit voor ons.
Max Verstappen had trouwens een grip panel. Sorry, die haalde Q2 volgens mij niet. En moest helemaal achteraan starten. Volgens mij vanwege een grip penalty, als ik dat goed uit mijn hoofd zeg. Maar hij rijdt niet in de punten in ieder geval. Tsunoda naar binnen en wij rijden terug aan de leiding in ronde nummer 15. Nog 12 rondes te gaan. Het schiet dan aardig op, omdat er niet zoveel gebeurt in de grote prijs. Er is niet te veel actie. Geen uitvoerbeurten tot zover. Ronde nummer 19. We gaan de 20e ronde alweer in. Nog 7 rondes te gaan eigenlijk. Als wij zometeen denk ik weer dat snelste raceronde gaan verbeteren. En dat is een 1.32.0. Jazeker. En dat gat aan Norris is 4,9 seconden. Naar Gasly inmiddels opgelopen tot 20 seconden. Dus we zitten er uitstekend voor. En we zitten alweer in de laatste ronde van de race. Waarom? Er is niet zoveel gebeurd. Er is maar heel weinig gebeurd in de grote prijs. Geen uitvallers. Geen spins, geen crashes. En volgens mij zijn wij wereldkampioen. Want Max rijdt niet in de punten. Geen idee waar Leclerc rijdt, maar hij rijdt niet in de top 3. Max komt tekort. En wij pakken hier voor het eerst in onze carrière de wereldtitel. Jazeker, doen het in Japan. Goed gedaan met de race-overwinning. Uitstekend. Yes, you done it. Wereldkampioen Verstappen rijdt Drive of the Day. Goed gedaan, is het op naar de volgende wedstrijd. And so the celebrations begin, and well earned they are indeed. It may have looked simple at times, but as any racing driver will tell you, competing at this level, at the very top, is anything but simple. There's no catching them now then. We have a new World Drivers Champion. Not just victory today then, but the championship as well. What a spectacular season they've had. And congratulations to the whole team. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? I think it was clear what the main contributing factor out on track was. Speed. I know it sounds like an awfully reductive statement, but fast cars win races. And we saw that today with our winner. Here comes your top three, making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. Nou, hier ben dan dus de uitleg van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Japan, pakken ook dus het racepunt. En door die overwinning winnen wij dus de wereldtitel in Japan. Dat hebben we eerder gezien toen Max hier de titel won in real life in 2022 in Japan. We stappen dus hier niet in de punten. Schumacher dus ook niet in de punten. En 142 punten viel naar Verstappen. Wij zijn dus niet meer te achterhalen. Goed gedaan. Norris en Perez knokken nog voor P3. En 51 punten verschil naar Red Bull. Dus de constructeurs kan nog spannend worden wie daar de titel pakt. Maar de rijderstitel, die pakt niemand meer van ons af. Goed gedaan. 26 tegenover 16, dus dat gaan wij ook met gemak winnen ten opzichte van Verstappen. Het team acclaim is level 26, wij zijn level 20. Schumacher is level 19. Dat zit allemaal wel goed. Van alle sponsoren de doelen behaald. 1,73 miljoen dollar erbij. Helaas hebben ik en Schumacher schade gereden. 53k erbij. In totaal op de bank 7,56 miljoen dollar. Goed gedaan. Kunnen gaan spenderen dus aan faciliteiten. En het contract met Schumacher of een andere rijder. Want we komen al richting het einde van seizoen 4. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb jij genoten, dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me wat je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F1 22 My Team Grammy content.
en schakelen gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mist. Elke zaterdag en zondag om 1 uur in de video. Ook in 2023 gaan we gewoon door met wekelijks uploaden. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Janan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.